opperste concentratie hier bij Fort Sabina. Voor zowel hond als baas, want 4 proeven moeten ze doorstaan. En ze zijn gedreven, kijkt u maar eens. Vooruit. Er staan er hier 2 te popelen volgens mij. Ja, dat klopt helemaal, al 3 uur lang. Ja. En wie popelt het meest, u of de hond? Ik denk dat de hond het meeste popelt. Ik ben keurmeester, ik hou in de gaten dat de voorjager een hond de proef uitvoert zoals wij hem hebben uitgezet. En dat is bij deze over water gaan van de hond, de sleep oppakken, een spoor oppakken en dadelijk attent zijn als er een schot valt. Tijdens de jachthondenproef wordt natuurlijk geapporteerd met echt wild. De hond moet kunnen ruiken waar het wild ligt. En wat leuk is om te vertellen is dat het niet alleen maar populair is bij jagers. De laatste jaren is het veel meer in opkomst bij recreanten. Nou, daar heeft de Koninklijke Jagersvereniging op geanticipeerd in het verleden. En die heeft in iedere provincie heeft die opleidingen gestart. En daar wordt het apporteerwerk en het specifieke jachtwerk getraind. En dat, ja, dat is een opkomst. Het zijn er zo'n beetje 6.000 per jaar die aan, landelijk aan een 80 tot 90 wedstrijden deelnemen voor dit soort honden. Zo doen vandaag 33 baasjes mee met een hond. En ongeveer 75% daarvan komt niet uit de jacht. Ja, maar als ik moet kiezen tussen hond of geweer, dan gaat het geweer aan de kapstok. Ja. Ja. En als u moest kiezen tussen een hond en een vrouw? Daar moet ik over nadenken. Daar moet ik s'avonds of vanavond nog wat even over hebben.